Het is je boy Alawali hier bij Punch Out Live. We hadden net de battle Giant tegen Symmetric. Symmetric, kom er even bij. Yo. Hoe ging het? Lekker man, waar is Demo? Demo noemde jou de Frank Sinatra van Punch Out Battles. Wat vond je daarvan? Dat vind ik een belediging. Ik weet niet waar Frans... Voor Frans Sinatra? Nee. Nee, maar laten we die battle hebben. Tegen Frans Sinatra? Nee, laten we deze battle hebben. Okay. Toch? Je wilde een top tier hebben. En de jury zei dat als jij een top tier wil, dan moet je eerst Giants lopen. Is dat gelukt? Ja. Je hebt het gevoel dat je hebt gewonnen? Ja, eigenlijk wel. Het was wel heel... De bel ging gelijk op. Het ging wel makkelijker dan ik dacht. Ik had echt zoiets verwacht van, er komt misschien wel een groot verschil. Het publiek is helemaal active als het gaat om Giant, toch? De nieuwe publieksfavoriet en zo. Maar ik vond hem tegenvallen. Ik vond hem tegenvallen en ja, bij de derde ronde van mij viel ook tegen. Maar ik vond over het algemeen dat ik hem wel heb. Je had hem in de eerste twee rondes af, volgens jou? De heb ik hem gepakt. In de laatste heeft hij. Wie is de volgende voor jou? Jeeves is niet down. Anders zou Jeeves de volgende zijn. Ja, wat is dat ding dat jij tegen Jeeves wil? Ik begon met battelen en Gino vroeg me toen de tijd wie wil je battelen en ik wou tegen Jeeves. Dus je moet tegen mensen gaan waar je inspiratie voor hebt. En als je denkt ik kan iets uithalen tegen zo iemand, dan moet je dat doen, toch? Alright. Oké, dit was Symmetric Punch Out Live op AM.